Goeiedag. Ja, de regen van gisteren die is verdwenen, maar helemaal droog is het niet, want er valt nu van tijd tot tijd neerslag in de vorm van buien. Maar goed, er kan hier op deze foto nog best om gelachen worden. En nat word je ook als je gaat kitesurfen. Dit is een mooie foto die vandaag gemaakt is bij Ermelo. Er staat ook een stevige wind deze donderdag uit het noordwesten. En dat zijn ideale omstandigheden om lekker op het water bezig te zijn. En als er dan een bui valt, dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Gisteren viel er veel regen in het land, met name dus in het zuidoosten. Hier zien we die neerslagbeelden van de afgelopen 24 uur. In het zuiden van Limburg verreweg de meeste neerslag. Juist in het noorden en westen heel weinig neerslag. En deze neerslagband die hoorde eigenlijk bij het wolkenpakket wat nog rond de restanten van Kurk aanwezig waren. Inmiddels hebben we dus te maken met lichte buitjes die her en der in het land vallen. Al met al viel er dus heel veel regen gisteren in het zuiden van het land, in het zuidoosten van het land. Hier zien we de kaart zoals dat gisteren was. 40 tot 60 millimeter in het zuidoosten. Ga je dan meer naar het noorden toe, werd het allemaal minder. In de Achterhoek ook al metingen gezien van 30 millimeter nog. En dat valt op, want normaal gesproken als je naar een totale som van oktober kijkt, dan valt de meeste neerslag juist in de kustgebieden. Dat heeft te maken met de warme Noordzee, waardoor buien makkelijk tot ontwikkeling kunnen komen. Die vallen dan over het algemeen in de kustregio's. Wat we dus nu zien, dat in het zuidoosten van het land vrijwel de hele maandsom al is gevallen. Goed, dat is neerslag die geweest is. Vandaag ook nog wel een aantal buien. Laten we de weerkaarten van het Europees model er maar eens bij pakken. We zien hier het lage drukgebied liggen op donderdagnacht. Dus de nacht van woensdag op donderdag is al geweest. Dat is die regen die wegtrekt. Nu die noordwestelijke stroming waarin dus wat buien voor gaan komen. En vrijdag en ook het weekeinde, nou dat verloopt dan overwegend droog. Dan is er wat meer invloed van een hoge drukgebied. Op zaterdag is dat goed te zien. En ook op zondag trekt dat hoge drukgebied voorbij. Het Europees model verwacht dan wel dat er op maandag weer wat buien tot ontwikkeling kunnen gaan komen. En dat dan misschien de paraplu weer nodig is. Nou, laten we de kaarten er maar bij pakken. Donderdagmiddag 13 tot 15 graden. Hier en daar een bui, maar ook ruimte voor de zon. Die buienactiviteit die wordt geleidelijk aan ook minder. En de wind die zwakt ook langzaam maar zeker af. Is nu af en toe nog krachtig rond windkracht 6. Maar dat wordt een matige wind. Komende nacht temperaturen tussen de 5 en de 7 graden. In het noorden van het land houden we wel rekening mee dat er nog een enkele bui kan gaan vallen. En dat geldt niet alleen voor de nacht. Ook morgen overdag, met name in de ochtend, is het noordelijk deel van het land nog gevoelig voor een enkele bui. Verder weer temperaturen rond de 13 graden en een matige wind uit westelijke richtingen. Zaterdag en zondag, die hebben we dan op droog gezet met temperaturen tussen 12 en 14 graden. Is er ook best wel nog wel wat ruimte voor de zon, maar ook wolkenvelden zullen voorbij trekken. En vanaf maandag, ja, dan wordt het dus allemaal weer wat wisselvalliger. Dan moeten we er rekening mee houden dat er soms een bui kan vallen. En wat dan verder ook opvalt is de temperatuur op woensdag. Want die gaat misschien wel weer eens een stuk omhoog als de wind uit het zuiden gaat waaien. Nog een fijne dag.